Een jaar geleden zaten we in Westerdorf en toen hadden we het uitgebreid over het album van Erika. En nu? Het album van Erika is natuurlijk al een tijdje uit. En er zijn een paar mooie singles al vanaf gekomen. De laatste single die er vanaf gekomen is, was natuurlijk het duet. Wat Erika en ik samen hebben opgenomen. Waarvan we de clip in Curaçao hebben opgenomen. Dus ik hoop dat je die straks ook nog een keer laat zien. Maar het is inderdaad zo dat dat album dus alweer een tijdje uit is. En ik ben alweer klaar eigenlijk met mijn nieuwe album. Alleen we zijn nog even aan het kijken van wanneer is de tijd gewoon rijp om hem uit te geven. Ja, in Curaçao hebben we dus de clip opgenomen van het duet, hè, Naar Jou. En dat was wel even een lekkere onderbreking van deze winter. Want het is natuurlijk al een vrij lange winter wat we hebben gehad in Nederland. En gewoon eventjes lekker 10 dagen daar naartoe. En we hebben daar toch wel redelijk hard gewerkt. Want we moesten 3 videoclips opnemen. En we hebben daar een paar fotosessies gemaakt. En we hebben ook nog wat liedjes geschreven. Dus het was een redelijk productief weekje, zeg maar. Ja, ik heb voor mezelf nog een clip opgenomen van een nieuw liedje wat op mijn album gaat komen. Dat heet... Ik ben nog steeds niet klaar met jou. Een toch wel iets anders René Kars nummer. Dus ik ben benieuwd hoe de mensen daarop gaan reageren. En we hebben nog een nummer opgenomen, een clip opgenomen van Erika. En dat is het nummer geworden van Wat Ooit Was. Dus dat is nog wat eraan zit te komen straks. Nou ja, René Kars is natuurlijk de laatste jaren toch wel bekend van een beetje de feestpop die hij maakt. Dit is een ballad die ik heb opgenomen. Het zijn wel liedjes. Kijk, op het album is weer een heel wisselend album. Maar er staat ook een hele mooie ballad op. En ik vond het eigenlijk wel een keer tijd worden om dat ook eens een keer als een clip te gaan maken.